Het boek Mijn Dorp is een tijdsdocument. Een boek over vroeger en nu in de plaats Lexmontenheim-Boeikop. Het is een bescheiden ode aan het dorpsleven, volgens de beide schrijvers. Nou, welkom, fijn dat jullie aanschuiven. Ja, een vereniging historisch Lexmontenheim-Boeikop. Ja, dat is een mond vol. Poeh, dat is een mond vol. Goed om te onthouden, ja, ja. Ja precies. Je zal nog de afkorting moeten onthouden, dan wordt het nog erger. Ja, dat was met HB, hè? VHLHB. Ja. Nee, dan houden we toch maar op de vereniging historisch Lexmontenheim-Boeikop. Maar goed, we maken er een grapje van. Maar wat doet de vereniging? Want jullie bestaan volgens mij 25 jaar. Klopt. Wat doen jullie als vereniging? Het belangrijkste wat wij als vereniging willen doen is het lokale erfgoed zorgen dat dat behouden blijft. En dat er ook zoveel mogelijk kennis over het lokale erfgoed wordt uitgedragen. Dat kun je doen door een chroniek die we uitgeven, maar dat kun je ook doen door onderzoek te doen naar zaken die in de dorpen leven. Dat kan je doen via genealogie of via het opgraven van zaken. Maar zoveel mogelijk alles wat in een dorp leeft en geleefd heeft, om dat te proberen vast te leggen en te behouden. Ja, en dan kies je ervoor om vereniging historisch te heten in plaats van historische vereniging. Ja. Zit daar een verschil tussen? Ja, wij zijn 25 jaar oud. Je zou kunnen zeggen dat is een klein beetje historisch, maar niet echt natuurlijk. Ja. Maar als je het over een historische vereniging hebt, dan zou je waarschijnlijk een basketbalclub van de Romeinen moeten bedoelen. Want dat is echt een historische vereniging. Maar wij zijn natuurlijk gewoon een jonge vereniging die de historie bestudeert. Ja. De vereniging zelf is niet historisch. Nee, want je ziet dus juist met die historische verenigingen ook wel dat er vaak toch wat oudere mannen en vrouwen met alle respect daar aanwezig zijn. Ja, ik schat jullie nog niet zo heel erg oud in. Je kan natuurlijk altijd er goed naast zitten. Maar dat geeft natuurlijk al een heel ander beeld. Ja. Nou, het is leuk dat je dat zegt. Want als je kijkt naar de historische verenigingen of de verenigingen die over de historie gaan in de omgeving, dan zie je vaak een veel ouder bestuur dan wij hebben. Daar zijn we heel blij mee. Maar ons ledenbestand is natuurlijk wel erg grijs. En wat wij ook proberen is te proberen meer jongeren erbij te betrekken. En dat lukt ook aardig. Hè? Door klassen, scholen erbij te betrekken. Om naar de scholen toe te gaan. Dat slaat aan. En het wonderlijke is, of het wonderlijke, misschien is dat niet zo wonderlijk, maar met name in Heikop en in Lexmont is er enorm een belangstelling voor de historie en voor de vereniging. We zijn in twee kleine plaatsen zetten we meer dan 400 leden. Ja, dat is veel. Dat is heel veel. Ja, want hoeveel inwoners zijn er ongeveer? 900 in Heijnbroek, 1000 inmiddels. Ja, we zijn geloof ik de 1000 genaderd. In Lexmont richting de 3000? Ja. Ja. Nou ja, dat is dus bijna 10%, toch? Ja, dat is heel netjes. Ja, dat is zeker netjes. Nou, wat je ook ziet is van dat het niet allemaal uit Heikop en Lexmont komen, maar er ooit misschien ook gewoond hebben. Oh ja. En dan willen ze toch een soort band met een oude plaats. Want wij proberen niet alleen de hele oude historie levend te houden, maar ook de jonge historie. En dat herkennen mensen. De supermarkt die er tot 10 jaar geleden nog was. En dan brengen wij daar een verhaal over. Ja, en daar spullen mensen van. Ja. Er zijn ook mensen die weggegaan zijn, die dat zich herinneren. En die daar graag over lezen. Ja, en je zegt dan ook, hè, we gaan naar scholen. Wat voor onderwerpen neem je dan bijvoorbeeld mee naar scholen? Nou, een mooi voorbeeld. Een tijdje terug hebben we over de Engelse vliegeniers die in de oorlog in Heijen-Boeikop, in de polder Heijen-Boeikop, zijn neergestort. En ook begraven op de begraafplaats. Zijn we met de leerlingen van school zijn we op de plek gaan kijken in de polder waar dat vliegtuig zo ongeveer is neergestort. Ja. Vervolgens zijn ze naar de begraafplaats gegaan, wat verteld over de graven. En vervolgens in ons clubhuis, zal ik het maar zeggen, is er nog een lezing gegeven aan de kinderen. Van hoe ging dat nou? Hoe kwamen die mensen in dat vliegtuig en wat ging eraan vooraf? En ik heb zelf schoolgaande kinderen, dus ik hoor ook wel een beetje van, hey, waar gaat het over op school? En dat proberen we ook aan te haken. En dan, op school is daar gewoon de ruimte voor. Zowel in Heijen-Boeikop als in Lexmont. Ja, mooi. En dat is superleuk. En, dan is het ook zo mooi, want dan is de historie inderdaad niet van een stoffig clubje, maar ook van de kinderen en van de jeugd. En dat is gewoon heel erg mooi. Ja, zeker door natuurlijk hoe triest zo'n plaats ook is. Maar naar zo'n plaats gaan waar het vliegtuig is neergestort, wordt het als het ware ook levendig voor ze. Klopt. Ja. We hadden iemand die vertelde er heel levendig over. Maar ook wel een link leggen met tegenwoordig. Van besef, ook realiseer hoe mooi het is dat je in vrijheid kan leven enzovoort. Ja. En die boodschap, het is wel mooi om die eraan op te hangen. Ja, die is heel breed als het ware. Hè? Betrekken jullie hem dan? Ja, klopt. Ja. En nu hebben jullie het initiatief genomen om een boek te gaan schrijven. Hoe kom je op dat idee? Nou, het is geboren eigenlijk omdat wij dit jaar 25 jaar bestaan, wilden wij het jubileum toch op een of andere manier iets extra's geven. Mm-hmm.
En daar hebben we een paar dingen voor bedacht. Eén ding is dat wij een soort presentatie, een soort lezing hebben gegeven over de reformatie. Een onderwerp wat natuurlijk in de geschiedenis, zeker in deze dorpen, heel belangrijk is geweest. En we hadden ook een volle kerk in Lexmond die er allemaal naar kwamen kijken. Het tweede idee was van dat wij een bijzondere excursie wilden organiseren. Dat hebben we ook gedaan. En we hadden een dikke bus vol. Dat is ook wel heel bijzonder. Oh, en het derde was van, we willen toch eens kijken of we staan zelf 25 jaar. Wat is er eigenlijk in de afgelopen 25 jaar gebeurd? En ook periode daarvoor wel. En laten we dat dus op een of andere manier vastleggen. En dat hebben we gedaan door een boek te maken die in drie delen uiteenvalt. Het eerste is dat we beschrijven van hoe de trek naar de dorpen en de trek naar de grote stad, hoe dat zich in dit gebied heeft ontwikkeld. Mm-hmm. En waarom mensen hier graag willen wonen. En ook wat de toekomst ons gaat bieden in die dorpen. Want je ziet toch wel heel veel middenstand gaat weg, horeca gaat weg. Ja, het wordt er minder leuk op. En het tweede was, en dat is met name Jo-Jan die dat heeft gedaan, is dat wij gekeken hebben wat verband hebben nu de oudere inwoners van die dorpen met hun dorp. Hè? En misschien kun jij daarover vertellen. Ja. En het derde onderdeel is van, wij vinden het allemaal leuk om oude foto's te bekijken. En zo, kijk, daar woonde die en daar zat die. Ja. Ik dacht, dat is waarschijnlijk over 25 jaar nog net zo. Maar dan moeten ze wel die foto's hebben. Ja. Dus wat we gedaan hebben, we hebben alle adressen in Lexmond en Haaienbuurkop hebben we gefotografeerd. En vastgelegd, zodat de kinderen van onze kleinkinderen later kunnen zeggen, kijk, daar woonde oma en daar stond toen nog dat. En, en dat wordt, uit de reactie begrijp ik, dat het heel, heel gewaardeerd wordt. Ja, dat, ik durf dat wel te beamen, want ik heb het pdf dus mogen zien en mogen kijken. Ja, het enige was, het idee was snel geboren, maar voordat je al die... De monnikenklus. Ik ben zelf dus in Haaienbuurkop geboren en toen zag ik dus inderdaad het huis waar ik geboren ben, zag ik daar dus ook voorbij komen. Ja. Toen dacht ik, oh, wat is dit leuk. Ja. Maar ik vind zelf het meest fascinerende deel, en daar kan Jo-Jan over vertellen, is de interviews met mensen die al heel lang wonen. Ja. Of die om een of andere reden hier gekomen zijn, van hoe die dat ervaren hebben. Ja. Ja. Hoe kom je dan? Want je woont er, of in ieder geval in Lexmond volgens mij. Ja, hè? Ja, ook wel opgegroeid deels in Haaienbuurkop. Dus van beide dorpen wat meegekregen. Ja, en dan je kent deze mensen ook, of dat niet persoonlijk? En ben je gewoon op zoek gegaan naar verhalen? Ja, nou ook met bestuur wel nagedacht, hè, van wie zou interessant zijn om te interviewen. Mm-hmm. Ook wel gekeken dat we een beetje een gemêleerd gezelschap hadden. Je zit snel in een groef als je niet uitkijkt. De mensen een beetje hetzelfde kringetje. Met heel divers beeld proberen te schetsen. En al die mensen kijken vanuit een ander perspectief naar dat dorp. We hebben mensen gehad die al 95 jaar oud zijn en al 95 jaar lang op dezelfde plek wonen. Nou, dat is natuurlijk een heel fascinerend idee. Je heeft heel die geschiedenis aan zich voorbij zien trekken. Ja. En heeft het ook een bepaalde nuchterheid, bekijkt hij dat. Maar ook mensen die pas veel later in het dorp zijn komen wonen. En die ook gekeken, hoe kunnen we ons aanpassen? En hoe kunnen we onszelf blijven? En hoe kijken we dan vanuit dat perspectief naar het dorp? Die ook vaak veranderingen hebben gebracht. Ja, heel belangrijk zijn geweest voor het dorp. Ja. Ja. Kun je eens een mooi voorbeeld aanhalen? Wat je zegt van, nou, ik vond dit zo mooi hoe deze persoon kijkt naar het dorp waar hij of zij woont. Ja, nou, ik vond heel mooi Thomas de Wild. Dat is een man die al 95 jaar op dezelfde plek woont. En dingen waar ik dan heel enthousiast van wordt, hè? Van dit meegemaakt, dat meegemaakt. Voor hem is dat soort een... Ja, het is gewoon zo. Ja. En dat benadert hij met een bepaalde nuchterheid. En dat vind ik gewoon prachtig om te zien, zeg maar. Hij heeft heel die geschiedenis waar wij over lezen, heeft hij eigenlijk aan zich voorbij zien trekken. Ja, hij heeft het geleefd als het ware. Ja, precies. Ja. En dat vind ik gewoon een heel mooi gegeven. Maar ook een stel uit België kwamen ze in de jaren 70 en kwamen toen in een dorp in Haaienbuurkop, wat toen nog een totaal ander dorp was als nu. En zonder daar heel bewust mee aan de slag, hebben ze toch een stukje verandering gebracht op hun eigen wijze. En zijn ze gezetteld in het dorp en denk ook niet dat ze ooit nog weggaan. Waren zij niet van de eerste kinderspeelplaats? Of de peuterspeelzalen hebben zij bijvoorbeeld geïnitieerd. Oh, mooi. Aan de Belgen te danken. Ja, ja. Ja. Ja, dat is wat weerstand in eerste instantie toch doorgezet. Ja. En dat mensen nu zeggen, wat mooi dat jullie dat toen gedaan hebben. Ja, maar dat zijn mooie verhalen. Ja, goed ook voor zo'n dorp. Want uiteindelijk hoeven de eigen kinderen dan, als het toch jonge kinderen geboren worden, niet met een busje of wat dan ook gebracht te worden naar een andere plaats. Klopt. Ja.
Ja, dus ja, mooi. Allemaal zulke verhalen. Dus, ja. 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 Heb je nog een leuke anekdote dat je zegt van god, dit is... Want er zijn natuurlijk ook het trieste dingen. In zoverre triest het feit dat er natuurlijk in dit geval eigenlijk geen winkels meer zijn en dat soort dingen. Maar heb je nog een leuke anekdote over zoiets? Een leuke anekdote die triest moet zijn. Dat is een beetje... Nee. Maar gewoon, er zijn ook vervelende dingen natuurlijk. Hè? Ja, nogmaals, als je beseft dat je... woont in een dorp waar eigenlijk je levensbehoeften weggaan en je dus verplicht naar een ander dorp moet om dat te gaan halen. Ja, ik ben zo vrijmoedig geweest om in het begin weer te geven hoe de veranderingen zijn geweest en ook eens een klein hoofdstukje geschreven over hoe het de komende 25 jaar wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. Alsof wij 50 jaar bestaan en dan terugkijken. En dan ga je nadenken en dan merk je van ja, er zijn sommige ontwikkelingen, als die doorgaan, dan kan het heel leuk zijn. Een voorbeeld te geven. Lexmond die heeft nu een kleine dorpskern, een hele leuke straat. En er zitten wat middenstanders en er zit wat horeca. En dat is op het ogenblik hard aan het weglopen. De laatste is de slager ermee gestopt. En de Drie Snoek, een heel beroemd restaurant, is er al mee gestopt. Maar er bestaan nog steeds plannen om een wijk te maken aan de westkant van Lexmond. En dan een soort randweg eromheen te maken die aansluit op de dijk. Waardoor je in het hart van Lexmond plotseling een verkeersluw dorpsstraat krijgt. Waar je van allerlei nieuwe dingen kunt ondernemen. Waar je kunt zorgen van dat er wel leuke winkeltjes terugkomen. Of waar mensen nog in hun eigen dorp dingen kunnen vieren. Hè, bijvoorbeeld het dorpshuis hebben ze naar buiten het dorp verplaatst. Ja, dat maak je een dorp natuurlijk nooit levendig. Nee. Nou, en ik heb dus geprobeerd in... Het stelt natuurlijk niet voor of het echt zo gebeurt. Maar het is een beetje hoe ik dat aanvoel. Ja. Ik ga er nog eens bij. Ook het idee van dat de weg naar Heikop. Dat is een hele drukke weg met veel landbouwverkeer en vrachtverkeer en van alles. En het idee is om daar straks een verkeersluw soort straat van te maken waar de auto te gast is. Als de A27 is verbreed en dan zijn die vrachtwagens weg. Nou, als je daarover na gaat denken, dan is dat toch prachtig. Die trekkers zullen er ook overheen moeten. Ja, zeker. Ja. De veiligheid voor de kinderen, dat is ook wel een dingetje. Dus in die zin is het wel leuk om daar een keertje een hoofdstukje aan te wijden. Ja. Ja. En wat is het voordeel van wonen in een dorp vergeleken met wonen in een stad? Als je... Ja, er is heel veel onderzoek naar gedaan. Ik heb ook een aantal hoofdstukken daaraan besteed, van die onderzoeken. Maar het meest herkenbaar is wel dat mensen in een dorp een soort van geborgenheid vinden. Een soort van burengevoel. Of van dat je gezien wordt, dat je niet alleen bent. En je hebt natuurlijk de nadelen van dat je dingen mist. Maar je hebt ook hele grote voordelen als je hebt de ruimte, je hebt een mooie natuur om je heen. En het is echt zo, want ik kom ook zelf uit de stad en ik ben naar het dorp gegaan. Mensen die geven meer om elkaar. Je maakt heel makkelijk contact. Mm-hmm. Vroeger zeiden ze altijd, als je in Heijenbroek opkomt, moet je of van de kerk zijn, of van de voetbal. En dan sta je er buiten. Nou, dat is helemaal niet waar. Nee, nu niet meer waarschijnlijk. Nee, maar ik woonde nu 17 jaar. Was 17 jaar geleden. Ik stap op mensen af. Als je op mensen af... Ja, de historische vereniging werkt er ook bij. Ja, klopt. Ja. Maar dan merk je gewoon dat mensen die gebondenheid prettig vinden. En ja, dit zijn ook dorpen die redelijk dicht bij de stad liggen. Dus dat is... Je woont niet in het niets. Nee. Nou ja, goed. En dan... voor het geld hoef je het niet te laten. Nee, we hebben een tijdje geleden hebben we een boek geschreven over de oorlog in Heijenbroekhoop. En toen had ik het idee van, nou, ik wil eigenlijk dat iedere Heikopper dat boek heeft, want er is echt bijzondere dingen gebeurd. Ja. Maar ja, wij als kleine vereniging, we kunnen niet eventjes een zelf sponsoren, dat houden we ook niet echt van. Dus ik heb de gemeente benaderd en die was gelijk volledig om, of die wilde meewerken. Die heeft eigenlijk alle boeken voor de mensen in Heikop betaald. Hetzelfde doen ze met dit boek. Ze betalen een belangrijk deel waardoor wij de prijs laag kunnen houden. Mm-hmm. Waardoor zoveel mogelijk mensen het ook kunnen lezen. Ja, mooi. Ja. Dus inderdaad €15. En jullie hebben een website. Want ik heb hier natuurlijk een mooi formulier. Maar de mensen thuis hebben dat niet. Er is denk ik een website waar je hem op kan bestellen. Ja, je raadt hem al met die prachtige afkorting. Ja. Je mag hem zelf vertellen. VHLHB.nl. Oftewel Vereniging Historisch Lexmond en Heijenbroekhoop in afkorting.nl. Ja, want we hebben hem nog niet, moet nog gedrukt worden. Ja, hij ligt nu bij de drukker en vanmorgen belden ze nog op wat voor kleurtje er aan één randje moest. Allerlei kleine dingen moet je beslissen. De afwerking. Maar hij wordt eind november gepresteerd aan de wethouders van de gemeente, want dat is toch wel netjes om dat samen te doen. Mm-hmm. En dan ligt hij, en dan s'avonds kunnen mensen de boeken ophalen die ze van tevoren besteld hebben. Want we hebben die flyer die daarop liggen, die gaat naar iedereen in de dorpen. Mm-hmm. Dus dat zal vooraf het boek kunnen bestellen. En dan krijgen ze korting.
En als ze na 1 december, dan betalen ze een 2,50 meer. Ja. Maar het is wel een prachtige tijd natuurlijk. Zo. Zoek je een ideetje voor kerst of ja, Sinterklaas? Boom, ja. Ja. Wat is voor een mooie cadeau dan dit boek? Nou ja, misschien voor mijn moeder, denk ik dan maar. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, er was één iemand die heeft, ik geloof dat hij 8 kinderen heeft. En die heeft er al 8 besteld. Ja. Want die wil al zijn kinderen, die inmiddels uitgewaaid zijn, ja. Wil die een boek geven. Ja, mooi. Maar wij stimuleren dat van harte natuurlijk. Ja, dat snap ik. Dat ontraden wij niet. Nee. Nou, noem nog één keer de website waar de mensen het boek met prachtige foto's over kunnen bestellen. vhlhb.nl. En dan vergeet ik eigenlijk nog één ding. Ik herinner me nu. Je hebt het over prachtige foto's. Maar los van die huizenfoto's zijn er ook hele mooie foto's in opgenomen. En ze zijn allemaal genomen door een vrouw in het dorp. Want we hadden zelf geen fotograaf. Iemand kennen. Nou, die doet wel iets met foto's. Dus ik ben op de afgestapt. Ze was gelijk helemaal enthousiast. En dan blijkt gewoon een fantastische fotograaf. Ja, dat is echt heel mooi. Ja. Dus we hebben nu in het dorp ook een hele goede fotograaf gevonden. Ja. Kijk, en zo vind je ook nog weer mensen die iets kunnen. Altijd belangrijk, ja. Nou, ik wens jullie natuurlijk heel veel succes met de verkoop van het boek. Maar ook met alle goede dingen die jullie doen voor Lexmond en Hein Boeikop. Ik vond het leuk dat jullie er waren en wie weet tot ziens. Wij vonden het leuk. Dankjewel. Dankjewel.